Goedemorgen, het is donderdag vandaag en het is alweer best wel laat. Het is alweer 11 uur, boven verlicht. Ik loop ook nog lekker in mijn joggingbroek en in mijn BH. Want het is gewoon lekker een chill dag. Het is super warm vandaag, wordt het. Gisteren was het al 30 graden en vandaag wordt het alleen nog maar warmer. We wonen in Eindhoven, dus hier wordt het altijd best wel redelijk warm altijd al. Niet zo warm als Limburg, maar wel warm genoeg. Dus ik ga eens even kijken wat ik vandaag ga doen. Ik heb gisteren lekker in de tuin gelegen, boekje erbij, zwembadje opgezet, gekocht. En gekocht bij de Praxis en opgezet en gewoon lekker chill, weet je. Ik heb in principe lekker vooruit gewerkt voor mijn bedrijf. Dus dat staat allemaal online. Want ik slaap echt mega slecht met dit warme weer. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar onze slaapkamer staat op het zuiden. En we hebben wel dan de ramen dicht, zeg maar. En de rolluiken ook dicht. Maar man, echt s'nachts. Nog steeds niet te harde. En ik had allemaal nachtmerries ook vannacht. Dus ik heb echt ruk geslapen. Maar we're still living. Net wat water in mijn gezicht gegooid. Dat is zeg maar mijn ochtendroutine eigenlijk. Heel simpel. Ik krijg wel eens de vraag, Saar, wil je een huidverzorgingsroutine opnemen? Ja, wil ik wel doen. Maar dan zijn we letterlijk binnen een minuut klaar. Want ik gooi alleen maar water in mijn gezicht 's ochtends. En that's it. En dat werkt wel echt mega goed. Daardoor krijg je wel echt een hele mooie huid. Nou is het wel zo. Ik heb wel eens last van puistjes en zo. Omdat mijn hormoonhuishouding niet helemaal lekker loopt, zeg maar. Daarom heb ik ook best wel last van mijn menstruaties. En dat zie je dus wel terug in mijn gezicht vaak. Als ik ongesteld moet worden of als ik de uitsprong heb, dan zie je dat gewoon echt terug in mijn face. Verder doe ik dus helemaal niks. Gewoon lekker koud water in mijn gezicht gooien en that's it. Maar je ziet dus nog wel aan mijn wallen dat ik niet zo goed geslapen heb. Ach ja, komt ook wel weer goed. Maar vandaag, wat gaan we vandaag doen? Gisteren vertelde ik dat ik eigenlijk een do-it-yourself of zo wilde maken. Dus misschien dat ik die vandaag ga maken. Ook wil ik denk ik de plantjes aan straat gaan zetten. De stekjes die ik wilde gaan verkopen. Misschien dat ik dat ook ga doen. Ik ga gewoon even kijken. Ik heb nog niet echt een plan voor vandaag wat ik ga doen. Ik luister heel erg naar mijn gevoel. Waar heb ik behoefte aan? Waar heb ik zin in? En dat ga ik doen. Want dat werkt voor mij echt het allerbeste, merk ik. Oké, dit is echt officieel zo'n dag waarbij ik echt geen idee heb wat ik ga doen. Het is 12:15 en ik heb nog steeds geen idee. Ik heb gewoon alleen maar video's lopen kijken op YouTube over complottheorieën. En iedere keer dat ik dat doe, kom ik tot dezelfde conclusie. En dat is dat het alleen maar gebaseerd is op meningen en verdenkingen van andere mensen. En totaal niet op feiten. Dus ja, nou ja. Oké. Outfit change. Zo, mijn outfit voor vandaag. Lekker simpeltjes. En ik denk dat ik gewoon lekker even naar de kringloop ga. Want daar heb ik zin in. Het is denk ik te warm om buiten echt in de zon te gaan liggen. En ik ben ook nog eens ongesteld. Dus daar heb ik dan helemaal nooit niet zo'n zin in. Dus ik denk dat ik gewoon lekker even naar de kringloop ga en misschien een boekje ga lezen of zo vandaag. Beetje lekker cool op bed of zo. Jongens, ik ben trouwens echt mega benieuwd. Laat me even weten, hoe kom jij deze mega warme dagen door? Ik denk dat veel van jullie gewoon moeten werken. Even kijken hier. Oh. Werken jullie überhaupt nog thuis of werk je alweer op kantoor? Want ik weet dat ook best wel veel mensen alweer naar kantoor moeten om te werken. Dus ja, let me know. Let's connect! Ik mis echt een beetje inderdaad mijn connectie met jullie. Dus ik zou het echt super leuk vinden als je reactie achterlaat in de comments. En dan ga ik nu mijn cameraatje weer uitzetten, want ik zie dat de batterij bijna leeg is. En ik wil natuurlijk wel nog kunnen filmen als ik iets leuks zie in de kringloop. Tot zo. Mijn mandje zit alweer bijna vol. Altijd als je gaat voor niets, dan kom je zoveel tegen. Ja, ik zal straks even laten zien wat ik allemaal heb. Ik hou hier echt van, maar ik weet echt niet of me dit staat. Deze jurk. Ik pas altijd graag setjes, dus ik leg ze dan ook in setjes, hang ik ze op. Deze broek. Deze.
kijk wel even of ik het kan filmen. En zoals jullie weer kunnen zien ben ik weer thuis. Ik was even aan het kijken op mijn mobiel. Wanneer ik voor het laatst een kringloopshop op heb genomen. En dat is als deze video online is gekomen. In totaal volgens mij een maand geleden of meer dan een maand geleden. Dus ik denk dat ik hier gewoon een aparte video van ga maken. Want ik heb best wel veel geshopt ook. Oké, ik heb toch wel een video opgenomen voor vandaag, donderdag. Dus als het goed is komt hij online, maar niet op tijd waarschijnlijk. Het is namelijk nu 4:04. En ik kom er net achter dat ik hem, ik heb hem sowieso met mijn mobiel gefilmd. Want ik dacht het gaat sneller, dan hoef ik hem niet te bewerken. En kan ik hem gelijk hop op YouTube gooien. Ik heb hem wel gefilmd in 4K. En dat duurt natuurlijk echt keilang voordat dat verwerkt is. Of dat keilang, sowieso langer. Een normale video duurt vaak al best wel lang voordat dat op YouTube staat. Hij is geüpload, maar er staat dus bij dat hij nog moet verwerken. En dat blijft op 0%. Dus ik ben heel erg benieuwd of hij het überhaupt gaat doen. Vorige keer deed hij het volgens mij of niet. Of het duurde echt heel lang, ik weet niet meer. Maar goed, toch een video, daar ben ik wel blij mee. Een hele andere soort video, maar ik wil wel echt meer van dat soort video's gaan maken. Want ik voel me daar echt heel erg goed bij, merk ik. En ik denk dat ik nu gewoon nog een video op ga nemen. En ook in een beetje hetzelfde thema. Spiritualiteit dus weer. Ik ga aan jullie mijn kettingen laten zien, mijn edelsteenkettingen. En daarbij vertellen wat ze doen, voor welke doeleinden ze zijn en wat ze doen, dus waarom ik ze zou dragen. Dat leek me ook wel een hele leuke video om te maken op mijn kanaal. En ik weet, waarschijnlijk verlies ik volgers of zo. Ik weet ook dat heel veel van jullie het liefst beauty tutorials zien en shoplogs en dat soort dingen. Vind ik zelf ook heel erg leuk om te kijken, vooral shoplogs en zo. Beauty tutorials ben ik helemaal niet meer van. Zoals je nu ook ziet, ja, ik draag gewoon bijna geen make-up meer. Nee, het past niet meer bij mij. Ik draag nog wel eens make-up als ik bijvoorbeeld ergens heen ga of zo. Dan vind ik het lekker om mezelf op te tutten of zo. Maar heel vaak heb ik zoiets van nee, ik zie er gewoon hartstikke goed uit zoals ik eruit zie. En ik heb het niet nodig. En waarom? Ik heb ook echt last gewoon van mijn ogen als ik mascara op heb. Dan krijg ik enorm droge ogen. Dus waarom zou ik mezelf dat allemaal aandoen? Het staat leuk, maar ik ben ook goed zoals ik nu ben. En anders krijg je weer dat... ik weet gewoon dat heel veel meiden... make-up dragen omdat ze zichzelf anders niet mooi vinden. En dat ook heel veel meiden zeggen, ik ga echt niet zonder make-up de deur uit. En ik ben echt 100% pro zelfacceptatie. En ik geloof ook echt dat als jij alleen maar make-up op hebt en draagt, dan accepteer jij jezelf dus gewoon niet zoals je bent. Want dan denk je, dan probeer je jezelf alleen maar anders voor te doen continu als dat je bent. Dus letterlijk je make-up als een masker te gebruiken. En ja, daar ben ik gewoon echt geen voorstander van. Tuurlijk, als jij je beter daardoor voelt, dan moet je dat doen. Maar weet wel dat het op korte termijn is. En niet op lange termijn dat je je beter gaat voelen. Dus dat je zelf... Ja, ik snap waarom meiden het doen. Maar ik doe daar gewoon niet meer aan mee, zeg maar. Zo kan ik het misschien het beste zeggen. Er is dus ook niks mis mee, absoluut niet. Als jij dat wil doen, lekker doen. Maar ik, het werkt gewoon niet meer, zeg maar. Of ik, ik trap niet meer in mijn brein op die manier. Ik ga gewoon hele andere soort video's maken. En ik zie wel, ik zal er ook vast wel weer andere nieuwe volgers voor terugkrijgen. Die meer ook aansluiten bij mij en bij de video's die ik wil gaan maken. Dus that's all good, that's life. Ik bedoel, dat is ook met vriendinnen. Soms komen vriendinnen, soms gaan vriendinnen. Soms komen vriendjes, soms gaan vriendjes. Ja, dat is het leven nou eenmaal. Soms komt werk, soms gaat werk. Het is op ieder gebied en ieder vlak zo, dus... Het komt zoals het komt en het gaat zoals het gaat. Dus ik ga nu lekker nog een videootje opnemen. Het is vandaag alweer vrijdag. En het is denk ik 11:30 of zo. Mijn latte is klaar, dankjewel. En ik heb de hele ochtend in bed gelegen. TikTok filmpjes gekeken. Want ja,
wat doe je anders met dit weer? Ik heb echt geen idee. Ik heb ook werkelijk echt nergens zin in. Dus zit ik me maar een beetje dood te vervelen. Want als dood te vervelen, gewoon letterlijk niks te doen. Ook oké. Maar goed, nu heb ik een latte besteld bij mijn vriend. Dus die staat voor mij klaar beneden. En die ga ik zo opdrinken. Kijk jongens, ik heb weer een mooie creatie gemaakt. Althans, ik ben hem aan het maken. Hij is nog niet helemaal af. Want ik ben er nog niet mega tevreden over. Dus even kijken of we hem nog kunnen opleuken. En deze heb ik laatst ook nog gemaakt. Die vind ik zelf ook echt super gaaf. Die is echt groot. 30x30. Net als deze. Ik weet niet of jullie deze al hadden gezien. Deze is ook echt super vet. Deze is ook nieuw. En deze denk ik ook. Ik denk dat jullie deze ook niet hebben gezien. En zo heb ik er echt een heleboel inmiddels al. Mocht je nou ze allemaal op een rijtje willen zien, dan kun je mij volgen op Instagram. Dat is edelstenen.creaties. En daar kun je ze allemaal zien. Oh, deze heb ik trouwens ook nog niet gepost. Oh ja, deze is ook nog nieuw. Ik denk trouwens dat ik vandaag mijn stekjes al buiten ga neerzetten. Want ik had namelijk een aloe vera plant en die was echt zo volgroeid. Daar moest ik echt iets mee doen. Die was echt helemaal buiten zijn pot aan het groeien. En toen dacht ik, wat nou als ik hem ga stekken? Dus als ik er gewoon kleine stukjes of ja, mini baby's af ga halen. En die in een pot ga doen en eventueel aan mensen ga geven of ga verkopen. En dat ga ik nu dus ook doen. Ik had zelf allemaal potjes, omdat we de tuin hadden verbouwd. Had ik nog allemaal van die potjes van de bloemen die nou in de tuin staan. En hadden we ook nog potgrond. En ik dacht, ja, het is wel handig als ik zeg maar iets van geld terugkrijg. Want dan kan ik ook zelf weer nieuwe stekjes maken. En dus nieuw potgrond kopen. Dus ja, ze kosten echt geen drol, 50 cent per stuk. Of ik kijk misschien dat ik er neerzet van een donatie wordt gewaardeerd of zo. Maar nou, ik kijk wel even wat ik ga doen. Maar ik ga dus buiten dan op ons op onze stoep, zeg maar, ga ik een tafeltje neerzetten en daar zet ik dan ook de stekjes op. Nu staan ze hier in de zon een beetje. Deze komt erop te staan, dus eigenlijk alles in dit soort potten. Hier ben ik alweer bezig met munt en met rozemarijn. En hier heb ik nog een pannenkoekplantje en nog veel meer aloe vera stekjes. Kun je nagaan hoe groot die dus was. Het was één aloe vera. Die heb ik helemaal uit elkaar gehaald. Zo, het staat. En nu hopen dat mensen daar plezier van hebben. Ja, blij mee. Oké, ik heb besloten. Het wordt licht. Dat ik gelijk, de ene video staat nu in de render over mijn edelstenen. En ik ga nu ook de andere video opnemen over de kringloopshoplog. Want dan kan ik de kleding ook gewoon aan als ik ze aan wil. En anders dan liggen ze nu maar op de stoel te liggen daar. En dat is ook niet handig. En ik heb eigenlijk wel zin om een lekkere videootje op te nemen. Nog te knallen. Ik hoop dat er wat video's in ieder geval in de planning kunnen. Want onze vakantie is geboekt. En dan gaan we lekker 2 weken naar Oostenrijk. Heerlijk. Ik vind Oostenrijk echt een fantastisch mooi land. En we gaan een soort roadtrip doen. Dus we gaan eerst een paar dagen naar het Zwarte Woud in Duitsland. Want dat heb ik ook altijd al willen zien. En daarna gaan we naar Oostenrijk. En dat vinden we ook allebei een super mooi land. Ik vind het in de zomer heel erg mooi in Oostenrijk. Daar heb ik dus meer van de skivakantie. Dus ja, het is ook wel grappig voor hem om dan te zien hoe het daar is in de zomer. Dat er, ja, wanneer er gewoon minder tot geen sneeuw ligt. Dus dan gaan we vanuit Zwarte Woud gaan we door naar Gerlos. Daar zitten we dan 6 dagen of 6 nachten, 1 van de 2. Volgens mij 6 dagen, ja. En daarna gaan we door naar Zillertal. Dus richting Zellumzee, Zellumzee is het volgens mij. Hoe heet het daar?
In ieder geval, wij zitten nog iets verder naar rechts, zeg maar. Iets met Sint Johannes. Ik weet allemaal niet al die namen. Zodat we ook naar Berchtesgaden kunnen gaan in Duitsland. Dat ligt dan vlakbij waar wij zitten. Wij zitten dan nog in Oostenrijk. Maar dat Berchtesgaden, als ik het goed zeg, ligt helemaal onderaan in Duitsland. En is een prachtig natuurgebied waar je heel mooi tussen de bergen kunt wandelen. Allemaal watervallen, dat soort dingen. Ja, echt... Oh nee, wacht. Berchtesgaden is juist met dat hele mooie met dat redelijk grote water. Met dat echt groenige water. Waar heel veel mensen, als je het op Instagram ook zoekt, zie je ook gelijk dat er heel veel foto's gemaakt worden en zo. En dat het echt magisch is met water en dan al die hoge bergen eromheen. En bij Gerlos heb je ook nog iets in de buurt zitten. Is ook wel weer in Duitsland. Maar daar kun je dus heel mooi tussen van die bergkloven heen wandelen. Ook echt fantastisch. Dus ik heb er echt mega veel zin in. Maar dan is het altijd handig natuurlijk als ik wat video's vooruit heb gewerkt. Dus dat ga ik nou eerst doen. Een goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Weekend en ik voel weer mijn telefoon onder mijn oksel vandaan te halen. Ik ga het kastje weer buiten zetten met de aloe vera stekjes en wat nog twee andere stekjes van bananenplant en pannenkoekplant. Gisteren heeft er helaas niemand iets meegenomen, wat erg jammer is. Maar goed, vandaag opnieuw een kans. Mensen kunnen ze gewoon gratis meenemen. Misschien wordt het gewoon niet goed gezien of zo. Dus ja. En het is natuurlijk nu weekend, dus nu zullen mensen het misschien meer op straat zijn of zo. Ik zie het wel. Ik zet het gewoon weer aan straat neer. En mijn outfit van vandaag. Een lekker los, zwierig jurkje. Heerlijk. Caught you on camera. Dat kun je knippen. Ja. We zijn even lekker aan het ontbijten bij de Hema. Deze croissant, jongens. Oh my god. En we hebben vegetarisch saucijsbroodje. Yes. Zo, we hebben het nadat we gegeten hebben bij de Hema nog wat edelstenen gehaald. Zodat ik die kan bewerken op het schilderij. Yes, mooie rozenkwarts, karneol, obsidiaan en een soort jaspis. Zo, wij hebben de tas gepakt met twee flessen water erin. Want wij gaan... Dood. Pizza. Oh, oh, oh. Het was jouw idee om te gaan fietsen, hè? Ja, tuurlijk. Ik hou van fietsen. Dat is mijn hobby. Mag ik nog even mijn outfitje filmen? Oh. Ja, ik heb maar even iets anders aangedaan, want met zo'n jurk op de fiets, dat gaat hem niet worden. Ik heb deze broek, dit is een legging, en die had ik een keer kort geknipt, omdat ik toen wilde sporten thuis. En ik had nog geen kort sportbroekje, dus ideaal nu inderdaad. En let's go dan. Zo, we hebben er... Weet je hoeveel kilometer hebben we erop zitten, weet je dat al? 15. 15 kilometer erop. Even een pitstop om wat te drinken. Doe mij ook maar. Zo. Deze is nog wel lekker koud. Ik dacht, ik laat jullie zien waar wij zijn, maar deze kaart, die is niet zo duidelijk meer. Zo. Zoals je ziet, zijn wij nou hier. En we zijn vanaf Nune 81, toch of niet? Mm-hmm. Ja, het is zo. Even kijken. 98, 8, 9 toch? Ja, dan 43, 40... 51, 52 en hier zijn we zo gegaan. En nou zijn we hier. Dus nu kijken waar we nu heen gaan. Zo, we hebben net even wat gedronken en nu zijn we lekker een ijsje aan het eten. Ik heb er een horentje met koffiecrunch en met monsoe.
Ik ben altijd benieuwd, wat doen jullie op een ijsje als je er eentje neemt? David heeft Oreo en Snicker in een bakje. Was misschien wel iets handiger met het warme weer, maar... ja. Heerlijk. Oh jongens, we zijn er weer. Eindelijk. We hadden het erover onderweg, dat we altijd vergeten dat als je ergens heen fietst, dat je ook nog terug moet fietsen natuurlijk. Of als je ergens heen wandelt, dat je ook nog terug moet wandelen. Ja. Maar goed, het was een mooie ronde. We hebben 48 kilometer uiteindelijk gefietst. Dus ja, dat was wel echt genoeg voor dit warme weer. Zo, ons avondeten voor vanavond, dat is brood, hoe heet het? Ik kom iedere keer niet op die naam. Hoe heet dit nou? Peep, hoe heet dit ook alweer? Stokbrood, ja. Stokbrood met smeersels. Ik ben hier zo'n fan van truffel mayonaise. Oh, love it. Truffel mayonaise? Truffel mayonaise. En heb jij het al gezellig gemaakt? Wat leuk. Kan deze lamp aan of is dat... Dat is super romantisch, zeker doen. Ja. Dat was sarcastisch dus. Nooit. En dan hebben we ook nog kaasjes. En knoflook. Olijven. Lekker. Is dat schimmel in jouw bier of waar is dat? Ja, dat weet ik niet. Het ziet er heel alsof de corona in je bier zit, babe. Oh, niet spotten met corona. Dat doe ik niet meteen. Nee? Oh. Woehoe, favorite programma. Seizoen 3 staat erop. Van Selling Sunset. My face. Hey, goedemorgen, lieverds. Het is vandaag zondag en wij gaan buiten de deur een hapje eten. We gaan kijken bij de Intratuin of ze daar wat hebben. Waarschijnlijk wordt het gewoon een tosti met kaas, maar toch. Gewoon even lekker buiten de deur ontbijten, of althans ontbijten. Het is al 11:30. Echt geen oog dicht gedaan vannacht. Ik ben om 5:00, heb ik mijn matras gepakt. Ben ik in een andere kamer gaan liggen, want het was zo freaking warm. Vind je daar nou van dat ik s'nachts niet bij jou slaap? Belachelijk. Begint nu al, hè? Ja. Heftig. We hebben echt gewoon nodig. Precies. Mijn outfitje voor vandaag. Lekker luchtig jurkje. En deze schoentjes. Ik ben trouwens echt helemaal klaar met BH's dragen. Ik heb daar echt de puff niet voor met dit warme weer. Kan prima. Nou ja. Nou, als jij het niet hoeft, dan hoef ik het toch ook niet. Nee, precies. Dacht ik ook. Let's go. Oké, we hebben ons bedacht. We dachten als we naar de Intratuin lopen en ze hebben daar niks naar ons zin, dan zijn we voor niets gelopen. En dan moeten we weer het hele stuk teruglopen. Dus nou gaan we lekker naar de Koppelmans toe. We hebben meer kans op iets lekkers. Zo jongens, daar zitten we dan. Ik heb een heerlijke Italiaanse bol caprese. Een lekkere smoothie. En nog een ijskoffie. Oh my god. Lekker. En nu ga ik in het zwembad liggen. Met jou? Dat past niet. Dat past wel. Dat past zeker wel. Jawel, want er zitten twee zitjes in. Ja, maar er zitten allemaal dode beestjes in. Dus... Die ga ik er nu uithalen. Oké, okay, nou misschien straks. Als je mijn chloortablet hebt ontreinigd, dan dacht ik er misschien aan denk om... Hoezo? Ja, ik kan hier niet mijn bikini body laten zien, iedereen in de buurt. Nee, dat is waar. Dat kan ik doen. Nee, dat is veel te sexy. Dat kan niemand handelen. Er zijn allemaal mensen hier aan de deur. Ja. Bovendien zijn er keiveel leuke veilingshowprogramma's op tv. Veilingshows? Ja. Wat dan? Ja, pornstars. Pornstars? Pornstars.
Oké, jij vermaakt je wel, hoor ik. Ik ga toch echt buiten in het zwembad. Je. Want zo groot is die niet. Ik ga lekker vertoeven hier. Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer maandag en een nieuwe week dus. Ik ga nou lekker ontbijtje klaarmaken voor mij en David. David staat nog die is nog bezig met douchen. Die heeft net namelijk gesport. Dan is het altijd maar net wie er als eerste beneden is. Wie dus ontbijtje klaarmaakt, zeg maar. En dat ga ik nou voor hem doen. Aangezien hij over 5 minuten moet beginnen met werken. Ik heb jouw ontbijtje al. Honey. Ik heb je bag, honey. Hanny. Ja, doe ik wel. Ga je maar lekker eten? Eten. Kan niet, ik moet werken. Ja, en eten. Kan niet zonder kastje? Ja. Gisteravond ook weer een nieuw schilderij gemaakt. Ik vind hem echt heel cool. Met rozenkwarts, bergkristal en maansteen. Love it! Mijn ontbijtje. Lekker havermout met aardbeien. Ik ga vandaag voor een lekker sapje erbij. Verse groentesap. En water. En nog meer water. Om deze dag uit te houden. Ik hoef vandaag niet heel veel te doen, gelukkig. Ik moet alleen even voor de mensen die mijn coachingstraject volgen, moet ik eventjes de link koppelen, zeg maar. Dus ik had al de producten klaar. Of de volgende module, de volgende les had ik al klaar. En nu moet ik die nog koppelen, zodat ze die ook kunnen zien. En een mailtje opsturen, zodat die automatisch verzonden wordt vanavond naar hun. En verder denk ik dat ik vast voor volgende week de module ga maken en ga klaarzetten. Kijken hoe ver ik daarmee kom vandaag. Het is inmiddels bijna 5 uur en ik ben vanmiddag nog naar de HEMA geweest. Voor wat kleertjes, voor een cadeautje eigenlijk voor de dochter van mijn zusje. Die wordt 1 namelijk dit weekend. Superleuk. En verder heb ik nog wat boodschappen gedaan. Nu ben ik me aan het voorbereiden. Ik ben nog een salade aan het eten. Heb wat gedronken, want ik merk echt dat ik koppijn krijg van het weer. En ik ben me aan het voorbereiden, want ik heb dadelijk een coachingsgesprek van 5 tot 6 in principe. Maar goed, ik kijk altijd hoe lang het duurt. Dus ik heb nu mijn setup klaar, om het zo maar te zeggen. Ik zit lekker in deze kamer, want hier is het echt het meeste uit te houden. En ik heb mijn boek erbij, zodat ik kan schrijven eventueel. En ja, dan gaan we zien hoe het gaat met de coaché. Kan het zijn dat ik jou nog niet zie? Ah, daar ben je. Hallo, leef je nog met die hitte inderdaad? Ja. Ja, gisteren inderdaad. Vandaag, ik ben gewoon helemaal officieel klaar daarmee. Oh, het is echt niet te doen inderdaad. Het is echt warm in huis. Dus ik heb ergens verstopt in een plekje, zoals je ziet. Dus ja, inderdaad. Ja. Hoe gaat het met je? Ja? Waar merk je dat aan? Ik heb het gesprek er weer op zitten. Ik vind dat toch altijd wel super leuk om te doen. Ook al zweet ik me echt helemaal weg. En heb ik 500 keer moeten gaan verzitten. Maar ik vind het echt heel erg leuk coachingsgesprekken voeren. Gewoon de combinatie, zeg maar, van mensen zelf laten nadenken en advies geven. En dat vind ik gewoon echt super leuk om te doen. Ik merk toch wel dat ik daar echt heel vrolijk van word. En gewoon mensen dingen kan leren, mensen dingen kan meegeven. Dat vind ik echt helemaal geweldig.
Dus zodat we gewoon allemaal er beter van worden en allemaal beter in ons spel gaan zitten. Want dat is zo volwaard. Dat wordt zo onderschat. Goed, het is fucking heet nog steeds. En ik ga de vlog afsluiten voor deze week. Kan ik hem morgen lekker bewerken. Ik zie jullie heel graag weer bij een volgende video. Misschien, laat even weten. Had ik jullie al op de hoogte gesteld dat ik op vakantie ging? Ik ga op vakantie naar Oostenrijk. Gaan we roadtrippen. Volgens mij heb ik dat verteld, ja. In ieder geval, laat even weten als je het leuk vindt als ik dat ga vloggen. Wordt waarschijnlijk een sfeervlog of zo. Ik ga niet mega veel praten daarin. Omdat ik gewoon ook echt lekker op vakantie wil zijn. En vakantie wil houden, zeg maar. Wil vieren. Maar ik vind het wel super leuk om jullie gewoon mee te nemen. En om jullie lekker allemaal beelden te laten zien van waar we heen gaan. En wat we doen en dat soort dingen. Dus laat even weten als je dat leuk vindt. Want dan ga ik dat doen natuurlijk. We gaan in september pas op vakantie. Maar toch, dan weet ik dat alvast. En voor nu, super bedankt voor het kijken natuurlijk. En ik zie je heel graag weer terug bij een volgende video. Bye bye!